als dat je wil. Hé hey, jongens, als je wilt drinken, pak het voor zelf, hè. Ja, ja. Ik maak internet op, jongens. Ja, dat is voor mij. Hé, hey, luister, verleden jaar een mooi seizoen gehad. Bijna gepromoveerd naar de hoofdklasse. Net niet gelukt. Nee, was voor de winterstop. Dit jaar een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik hoop dat jullie wel allemaal gaan trainen, Nick. Jij niet, geen last van je lies meer. En de meesten zijn geslaagd. We gaan weer een nieuwe carrière tegemoet. Maar dit jaar wil ik toch naar die hoofdklasse. Dus we gaan er tegenaan dit jaar, jongens. Hey. En dan volgens een jou. Soep, soep, soep! Daar zijn. Wat een mooie diesel onder moet ik hem halen. Kijk, gisteren was ik nog 18. En vandaag ben ik al 52. Dan denk ik, shit, waar is die tijd gebleven? Echt, het vliegt. We moeten deze al winnen. VVO thuis, hier is niks te halen, ja toch? Die punten blijven gewoon hier in huis. Ja? Yeah. Eerste zaterdagmiddagen van het seizoen lijken niet op de rest. Eerste zaterdagmiddagen van het seizoen zijn geladen met die aan panische angst grenzende twijfel of je het nog wel kan. Of er, gedurende die eindeloze zomer, niet iets onherstelbaar veranderd is. Eigenlijk is mijn droom dat we nog een paar jaar blijven en dat we dan een trainer, de voorzitter, goede trainer, die ze wat verder gaat halen, helpen dan mij, zeg maar. En dan blijf ik gewoon als leider erbij. Dat lijkt me mijn droom eigenlijk. Dat dan weer het eerste wordt of zo. En dat je weer echte jongens vanuit de jeugd in het eerste hebt. Dat hebben we jaren niet gehad. We hebben de laatste 20 jaar is er geen aanhoftal meer geweest bij AWD. Bij FCB AWD. En dan? Maar niet, hij hoeft niet naar voren. En dan gaan ze weer kloten de achteren. Nee, kaart ze weer terug. Nou, ja. Jongens, dan gaan we dit blijven doen. Je ziet toch dat je de balvlies hebt. Prima. Ja, kom op jongens, we gaan naar buiten. Kom op. Heel veel clubs zie je ook om je heen dat deze elftallen wegvallen. Dus ik denk dat dit de leeftijd is waar de meesten op stoppen. Dat ze of gaan werken of een vriendinnetje krijgen. Dan gaan ze andere dingen ontdekken die ook leuk zijn dan voetbal. Dus ja, dan haken er heel veel af, zeg maar. Jeep zijn wel gaaf geworden, hè? Klein beetje kinderen, hoor. Steven is model en nou ja, dat vond ik heel tof. Dat vond ik echt heel, dat vond ik zeg maar gewoon, ik noem dat fijn voor hem. Toen ben ik een keer meegegaan naar het feestje van het modellenbureau van Steven. En toen hebben we weer nummers uitgewisseld en een maand later zat ik in Parijs met dat modellenbureau. Toen heb ik ook mijn eerste show gelijk gelopen. En de enige tot nu toe. Heb je goed geslapen, Stijn? Nee, ik zit aan die ADHD-medicatie. Oh. Iedereen is lekker slapen. Haar, echt verschrikkelijk. Pak een kapper. Laat me naar de kapper. Wat is er met jou? Je gezicht is een beetje onzuiver. Je hebt wallen. Je lijkt een beetje aangekomen ook. Aangekomen? Ja, je gezicht lijkt een beetje opgezwollen. Zeg maar. Waar? Nee, serieus. Knap. In een dag? Toch wel? Ja, profiel wel, volgende niet. Als ik moet kiezen tussen doorbreken als model en met dit team hoofdklasse spelen, dan kies ik voor doorbreken als model. Want ik denk niet dat ik de rest van mijn leven in de hoofdklasse ga blijven spelen met voetbal. Ze gaan nou wel stappen en vooral mijn eigen zoon natuurlijk. Die houdt nog wel van een biertje drinken. Zo. Dus dan, als die vrijdags gaat stappen, zeg ik alsjeblieft, ga zaterdag lekker. Blijf vrijdag lekker thuis, maar ze staan er niet meer de volgende dag. Ik weet niet wat het is geworden. Het is echt heel vast. Is het tegelijk? Ja. 1, 2, 3. Nee, 3. Dat is
Ja. Ja. Ja, kom weer, dan komen we te voetballen. Vroeger, ik was elke week dronken toen ik voetbalde. Maar ik stond wel in het veld ook, mijn mannetje, weet je. Ja. Ik raak geen pepernoot meer. Geen reet meer aan je. Sinds je bent gaan zuipen, dan voetbal je als een natte krant. Ik zuip al even, hoor. Het ligt niet daar. Nou, het is al even ook dat je kunt voetballen. Waarom gebeurt alles maar de hele tijd tegelijk? Examens, uitgaan, werk dat begint, alleen op pad. En ondertussen smelten de kansen op het kampioenschap als een vergeten waterijsje. Waarom kan je soms het gevoel overvallen dat het allemaal niet vlot? Hey, was jammer verleden week. Was kut. Een minder prettige wedstrijd. Gaat u weer. Dingen zijn gebeurd. Daar moeten we overheen stappen. Ja, op naar de volgende wedstrijd. Alles is nog mogelijk. Trek aan nou! Geef rugdekking, Jason! Geef hem! Het is allemaal 16 jaar puberteit, weet je wel. Ik bedoel, er speelt van alles met die gasten. Daar moet je ook wel rekening houden, vind ik, als trainer dan. Weet je wel, dat je daar wel... ze zitten niet altijd lekker in de vel en zo. Er verandert heel veel voor hun ook, hè. School en zo, meisjes en dingen. En... ik vind, als trainer moet je daar ook wel een beetje rekening mee houden. Weet je wel? Misschien hou ik te veel rekening mee. Misschien moet ik minder rekening mee houden. Dat heeft mijn zwakke kant misschien ook. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Met mijn nek, je hebt de billen mechtoob. Wan groen ahdak. Ja, doe het gewoon zo, doe het gewoon zo, doe het gewoon zo. Doe maar bit. Laat ze zien dat het officieel is. Laat ze zien dat het officieel is. Je kunt je afvragen of het ooit zin heeft gehad. Of er niet te veel biertjes, te veel peuken, te veel afleiding, te veel kaartavonden, te veel verschillen, te veel fysieke beperkingen waren, te veel gebrek aan aanleg en te weinig noodzaak om dat gebrek met inzet te compenseren. Een van de dingen die je kon zien, hoe het belangrijkste zich buiten de cijfers bevindt. Persoonlijk plezier, de ruzietjes in de kleedkamer, de herinneringen, die keer in de auto terug uit Zeist, de lol. Is het een mislukt seizoen? Nee. Nee, we hebben het gewoon hartstikke gezellig gehad. We zijn niet... we zijn geen profs. Ben je trots op die gasten? Ja, tuurlijk. Hartstikke trots. Voor zo'n klein clubje als we waren, en nu dan de grote. Maar eerste klas spelen, dat is echt wel knap. Hoor.